mijn visie is gewoon, het is zo mooi fel geel als de zon. En als de zon schijnt, dan is iedereen blij. Ja toch? Ik ben Mike, eigenaar van Mike Gym Amsterdam. In het begin zijn we natuurlijk een kickboxschool, hè, dat zou zijn begonnen. En dan proberen een sportschool sfeer neer te zetten waarin iedereen kan trainen. Dus of je nou zeg maar een wereldkampioen kickboxer bent, of MMA'er, of dat je een artiest bent, of dat je gewoon bakker bent, slager, loodgieter. Ik heb ook bijvoorbeeld boksles, maandag, woensdag, vrijdag om 7 uur 's ochtends. Dan staan de kampioenen en de minder of de beter gemotiveerden, laat ik het zo zeggen, die staan door elkaar heen. Dus hoe mooi kan het zijn als jij bijvoorbeeld naast een Chico of een Badder of een Myrtle staat. En er staat een Louis en die is 70 jaar oud. En een Patrick, dat is een buschauffeur, die even voor zijn dienstie eventjes nog even een bokslesje meepakt. Ja, hoe geweldig is dat dan? Iedereen tevreden houden, dat is de grootste uitdaging. We willen een sportschool zijn voor iedereen. Dus moet je ook naar ieders behoefte een menu aanpassen. Ik heb een eigen visie en een eigen mening. Bijvoorbeeld, ik schilder het plafond geel. Je hebt waarschijnlijk nog niet in een sportschool gezien. Dus dan stap je al anders naar binnen. Het is wat vriendelijker voor de mens, denk ik. Ik ben goed in wat ik doe. Dus kickboxles geven. En de sportschool runnen op mijn manier. Ik ben een barkeeper geweest, dus ik ben meer van het amicale en rustige. Mijn zoon is iets zakelijker. Ik had een beetje probleem met het oude ledensysteem. En ik was wat voorbij gaan kijken en ik zag ineens een reclame voorbij komen. En ik dacht, laat ik maar even een intake gaan inplannen, kijken hoe het loopt. Toen kwam hij eigenlijk bij Jim Lee en toen zei hij, nou moeten we het proberen. En ik moet zeggen, ja, tot nu toe heb hij gewoon gelijk gehad. Jim Lee is een all-in-one platform voor Jim Studios. Onze missie is eigenlijk om ondernemers te ontlasten, zodat ze meer tijd over hebben voor wat ze het liefste doen. Namelijk in de ring staan of bezig zijn met lesjes. Op het moment bespaart me super veel tijd. Ik hoef niet meer mijn eigen administratie te doen. Alles gaat vanzelf. Ik hoef niet de betalingen bij te houden. Wanneer het verstuurd wordt, alles is nu geautomatiseerd. Waardoor ik veel meer tijd overhoud voor het maken van een nieuwe kledingcollectie, handschoenen, scheenbeschermers. En dan kan ik mijn tijd daarin stoppen. Iedere sportschool heeft andere dingen. Dus wat doe je dan? Dus je wil het naar jezelf toe aanpassen, wat voor jou goed is. Maar ja, onze sportschool is bijvoorbeeld geen vondelgym of zo. En vondelgym is weer geen barbarians. En die scholen zijn ook allemaal geen budgetschool. Dus heb je dus, je moet het zo aanpassen. Nou ja, een kleine aanpassing kan. En dan ben ik blij om en dan kunnen we het doen naar wat voor ons goed dunkt. Ook een Mike's Gym bijvoorbeeld heeft ons heel erg geholpen om inzichten te delen over hoe dingen gaan in een boksschool. En hoe je dingen het beste kan tweaken en wat de ervaringen waren met andere aanbieders. Dus we proberen echt die persoonlijke samenwerking aan te gaan. Hier word je gehoord als klant. Hier al vraag je wat en dan komen ze met een oplossing. Meestal binnen een dag. Als het niet sneller is. Kijk, dat persoonlijk contact zien we als een voorwaarde. Maar ik denk dat de USP uiteindelijk is, wat je ook hoorde, tijdbesparing.